De slag van Turnhout, een klein patriottenleger dat in 1789 de machtige Oostenrijkers verslaat. Het is maar één markante gebeurtenis uit de 800-jarige geschiedenis van Turnhout. En één van de 7 scènes die binnenkort worden opgevoerd tijdens Binkenslag. Natuurlijk 800 jaar in beeld brengen in 7 scènes, want het zal op 7 locaties gebeuren. Dat is niet gemakkelijk en we hebben moeten selecteren. Maar het worden dus 7 totaal verschillende verhalen. Verplicht ons niet onze wapens te gebruiken. Dat zijn verschillende periodes uit de geschiedenis en ook verschillende aspecten van onze geschiedenis. Bijvoorbeeld industrie zit daarbij, onderwijs zit daarbij, monumenten, ook het verkrijgen van stadsrechten in 1212. Dat zijn allemaal aspecten, onder andere, die daar een rol spelen. Adieu. Ik moet vertrekken. Voor het vaderlandse goed. Onze scènes gaan er totaal anders uitzien dan vorige keer. Vorige keer massascènes, waarbij het geluid op voorhand was ingeblikt en de personages lipten. Wij gaan nu voor kleinere, intimistische scènes en wij houden ook onze publieksgroepen erg beperkt. Zeven groepen van elk maximum 60 personen wandelen onder muzikale begeleiding van leerlingen van de muziekacademie, van speellocatie naar speellocatie. Eén ervan is de ridderzaal van het Heilig Graf, dat zich precies 350 jaar geleden in Turnhout vestigde als klooster en internaat. Hier speelt zich een scène af die zich situeert binnen het kantonderwijs in Turnhout. Er zijn dus ontzettend veel jonge meisjes en vrouwen die destijds hebben geleerd om kant te klossen, omdat dat een van de mogelijkheden was om de kost te verdienen toen. En kennis van kantklossen of naaien is onontbeerlijk als je een historische theaterwandeling wil opvoeren. De werkgroep Kledij voorziet alle acteurs en figuranten van historisch correcte kostuums. We hebben iemand die meegeholpen heeft, echt voor die kunstgeschiedenis klederdracht gegeven heeft. En die heeft eigenlijk al de foto's opgezocht en de juiste kleding. En dan heeft ze mij de foto gegeven wat het moet worden. En dan heb ik gewoon van patronen, van een basispatroon, eigenlijk de juiste patronen gemaakt. Zo de juiste kleding eigenlijk gemaakt. In totaal zet het naaiteam een 100-tal kledingstuks in elkaar. Een tijdrovend, maar vooral ook een gezellig werkje. 3 of 4 keer hebben we eigenlijk al gestukt. Elke keer eigenlijk van een 6-tal uur. Zo van 10 uur beginnen en dan tot 4 uur, tot in de namiddag. Een broodje gaan halen, 's middags hoort erbij, want je moet eten ook. Hè. Jawel, als we bezig zijn, hebben we weinig tijd om iets te zeggen. Want het werd wel in elkaar gespeten, maar soms was het toch wel eens die gelijkens verkeerd. Pas opletten. Pas even op, dus dan was het. Maar voor de rest was het eigenlijk wel plezier om mee te werken aan deze. Ik werk hier al jaren. Mijn rug krom en kapot. Een kaasmeekje brood, dat ik mijn raam kan betalen. Ja, dat is waar. En dat ik nu pas, moet toepassen, toch weer geen haat of geen vinger kwaad te geraken, ook al niet. Ondertussen zijn ook de repetities voor Binkenslag volop aan de gang. 3 regisseurs hebben de 7 scènes en bijhorende acteurs en figuranten onderling verdeeld. In tegenstelling tot de slag van Turnhout wordt Binkenslag live gespeeld. De teksten zo'n beetje aansluiten, dat is nu lastig, omdat ik improvisatie vraag. Iedereen mag maar wat roepen en doen. Eens dat die routine er is, dan zijn we heel hard ingespeeld op elkaar. Maar nu is zo wat, heeft hij nu gedaan met praten? Goed, dan mag ik nu beginnen. De plekken die ik heb, dat zijn een soort van belevingsplekken of zo. Dat is een fabriek waar dat er gewerkt wordt. Kijk, dan moet er gerepeteerd worden. Oké, hoe werkt dat hier en hoe krijgen we die sfeer juist? Maar er zijn andere stukken waar dat een kwartier tekst is. Dus echt repliek. En die mensen zijn echt met tekstrepetities bezig. Dat is hier minder aan de hand. Ofwel, blijf je bij de vakbond,
En dan geen pensioenfonds, geen opslag. Geen opslag. Ofwel gaat je weg uit de vakbond. Oh, ja. Maar alleen, is dat toch niet eerlijk, hè? Alsjeblieft, aan dat zoon met meneer de burgemeester en meneer in de bazen, dan leg ik er de blok op. Ja! In het decor van het Nationaal Museum van de Speelkaart wordt de 6 maanden lange papierstaking van begin vorige eeuw ten tonele gebracht. Een staking die nationaal en zelfs internationaal navolging kreeg. Een van de criteria om geselecteerd te worden voor Binkenslag. We zijn op zoek gegaan naar wat is nu dramatisch interessant. Waarin zit een goed conflict? Of wat zijn nu... Wat is nu interessant genoeg om naar een kwartierje of 10 minuten een stukje aan te wijden? Er zijn hier duizenden dingen gebeurd. Die zeer interessant zijn, maar waar je het ook niet een kwartier over kunt hebben. Of iets dat gewoon jarenlang geduurd heeft, dat je niet in een kwartier uitgelegd krijgt. Dat is ook niet te doen. Je hebt een heel dag op een bureau zitten nadenken en ik sta hier met een nikkel aan te draaien? Ja. En voor wat? Om alle zakken te vullen. Oh, oh.